en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met weer een nieuwe herfstlook. Maar vandaag wordt het een betaalbare versie. Ik heb al 2 herfstlooks gemaakt voor op mijn kanaal. Ik heb een full glam look gemaakt. En ik heb een naturel herfstlook gemaakt. Dus dit wordt herfstlook nummer 3. En ik denk dat dit vooralsnog ook wel de laatste is. Ik denk dat er nou onderhand wel genoeg herfstlooks zijn gemaakt. Op mijn Instagram heb ik er ook nog een heleboel gemaakt. Maar ik vind het gewoon zo leuk, want qua de herfst, ik hou niet echt van het weer, want het is een beetje koud en zo. Maar ik hou wel van de kleuren. Dus bruin, groen, een beetje donkerdere kleurtjes. I love it, vooral in mijn make-up. Dus vandaag ga ik weer een hele mooie glam look maken. Ik vind het wel belangrijk dat het weer een hele andere soort look is dan de 2 andere. Dus vandaag wordt het een beetje een aparte look, maar wel echt gewoon full glam, heel mooi glowy. En het belangrijkste, het wordt betaalbaar. Ik ga alleen maar goede betaalbare make-up gebruiken vandaag. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze betaalbare herfstlook. Dit wordt dus mijn laatste herfstlook voor dit jaar op mijn kanaal, waarschijnlijk. Maar als jij iets hebt van Sarah, ik vind het toch wel leuk om er meer te zien, dan laat het me eventjes weten beneden in de reacties. En volg me dan ook op Instagram, want daar plaats ik elke dag. Oké, laten we beginnen. Ik heb ook kleur en lenzen in. Ik zet beneden in de beschrijving welke ik in heb. Deze zijn echt super mooi, ideaal voor herfstlook. Zoals je kunt zien heb ik nog helemaal niks qua make-up op. Ik heb alleen maar mijn wenkies gedaan en dagcreme en that's it. En omdat het vandaag een beetje een heftige aparte ooglook wordt, ga ik eerst beginnen met de ogen. Dus laten we inzoomen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met mijn make-up Revolution Ultimate Eye Base in de kleur Light. Dit is ook echt een hele lichte kleur. Deze is zo fijn. Dit is echt een hele fijne oogschaduw primer. Ik ga er echt voor zorgen dat de kleuren heftig geworden en het beter blijft zitten allemaal. Oké, dit ziet er nou allemaal heel raar uit, maar vertrouw het proces. Nou, dit is nou gewoon helemaal gezet. En het paletje dat ik vandaag ga gebruiken is mijn nieuwe make-up Revolution X Soap paletje van haar laatste collectie. Dit is ook echt een van mijn meest gebruikte paletjes. Ik heb al zoveel looks hiermee gemaakt. Ik vind het echt een fantastisch paletje. En ik heb ook een hele video gemaakt van heel deze collectie, mocht je hem willen zien. En dit paletje heeft echt de ideale kleur die ik moet hebben voor vandaag. Ik ga eerst in met een witte matte kleur, To Be Fair. En met die kleur ga ik over mijn hele oog om de oogschaduw primer goed te zetten. Dan gaat het niet creasen en blijft het gewoon goed op zijn plek zitten. Deze kwast is echt helemaal niet fijn. Ik weet helemaal niet waarom ik hem nog gebruik überhaupt. De haartjes zijn zo hard. Het doet gewoon letterlijk pijn op mijn gezicht. Oké, dit wordt een beetje een aparte cut crease look. En ik ga de look beginnen met deze zwarte eyeliner pen van Revolution Relove. En dit is gewoon een zwarte pen. En ik ga hiermee even de cut crease maken, zeg maar. Oké, ik denk dat het voor nu gewoon eventjes dit is. Dan pak ik deze lichtbruine matte kleur, die heet Cookie Dough. En die ga ik aanbrengen hier zo in mijn arcadeboog, maar ik blijf gewoon hier binnen. Gewoon voor een vleugje kleur. Dan ga ik even met de zwarte matte kleur, die heet Night Owl. En met die kleur ga ik het hier een klein beetje inkleuren en dan maak ik het zo zwart. Ik ga voor zo'n zwart-bruine ombre effect, zeg maar. En dan pak ik de bruine matte kleur hier, die heet Cereal. En die breng ik dan zo ernaast aan. Nee, ik denk dat ik die kleur toch net iets te licht vind. Ik denk toch dat ik voor de bruine matte kleur brownies ga. Die is iets donkerder. Ja, dat is beter. En dan pak ik weer een beetje van de zwarte kleur. En dan breng ik die hier weer een beetje terug. En zo ga ik gewoon heel te open neer, totdat ik zo'n heel mooi ombre effect krijg. Dan pak ik weer een beetje van de matte witte kleur To Be Fair. Gewoon met mijn vinger. En dan breng ik die een beetje zo hier aan in het begin. En dan blend ik het een beetje uit met die bruine kleur. Dan ga ik nu met een make-up wipe het hier zo strakker maken. Oké, nou heb ik zo'n hele mooie zwart-bruine ombre cut crease. I love it. Echt super apart dit, but I'm here for it. Oké, dan ga ik het voor nou eventjes laten voor wat het is. Het is nog niet klaar, maar ik ga nou eventjes beginnen aan mijn gezicht en dan straks weer dit afmaken. Ik weet dat het er nou een beetje raar uitziet, maar straks wordt het beter. Ik ga nou even beginnen aan mijn gezicht. Ik ga een volledig dekkende, full glam, full face look maken, maar ik wil ook nog wel een beetje een glowy gezicht. Dus het wordt en full glam en glowy. En ik ga van start met mijn NYX Bright Maker gezichtsprimer. Dit is een glans de gezichtsprimer. I love it. Dan krijg ik een beetje zo'n mooie glow over mijn gezicht.
Als foundation ga ik in met mijn NYX Born to Glow Foundation. Deze heeft ook een prachtige glans, obvious. Daarom heet hij ook Born to Glow. De spons die ik gebruik is van e.l.f. Deze is super fijn en heel erg groot. Ik vind hem echt zo fijn om mee te werken. Als je mij ook volgt, heb je hem vast al heel vaak gezien in video's. Ik zet by the way beneden in de beschrijving neer wat ik allemaal heb gebruikt vandaag. Dan is het gewoon makkelijk te vinden voor jullie. Wauw, deze foundation heeft echt een volledige dekking. Kijk even dit. I love it. Kijk ook hoe mooi deze glow is. Zie je die glow op mijn gezicht? Iemand had onder mijn video gezet dat ik moet minderen met heel tijd te zeggen I love it. Dus nou ga ik erop letten. Als concealer gebruik ik mijn Makeup Revolution Bright Eye Concealer. Deze heb ik in de kleur medium light. Waarom laat ik alles vallen? Wat is dit vandaag? Ik ben vandaag echt lomp aan het zijn. En ik weet niet hoe het komt. Ik ben sowieso wel een klein beetje een lomp persoon. Alleen vandaag is het een beetje extra. Dit is echt zo'n mooie concealer. Ik snap niet dat er niet meer over wordt gepraat. Ik vind hem echt zo mooi. En hij geeft zo'n mooie verhelderende glans, zeg maar. I love it. Dan is het tijd voor poeder. Ik ga in met mijn e.l.f. Halo Glow poeder. En ook dit is een glanzende poeder. Ik weet niet of ik nou een beetje aan het overdrijven ben met alle glanzende producten. En alles straks te glanzend wordt. Maar ik ga gewoon mee met de flow die ik zelf creëer. Eerst alle creases weghalen. Dit is zo'n fijne en betaalbare poeder. e.l.f. heeft echt de beste losse poeders ever. De matte heb ik ook. En die is ook echt super fijn. En ook echt heel erg mat. Dus als je graag een mat gezicht wilt, dan raad ik die ook echt aan. Nou, en dan drie keer raden waarmee ik mijn neus en mijn gezicht ga contouren. Mijn Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur hier. Dan is het tijd voor een beetje hydratatie met mijn Max & More Action Fixing Spray. Oké, nu ik dit heb gedaan, staan we voor nu weer even klaar met mijn gezicht. En gaan we terug naar de ogen. Dus kom er een beetje dichtbij. Ik ga nu een nude oog... Ik ga nu een nude oogpot, een loodje van Essence, aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Dit is de Essence Inner Eye Brightening Pen in de kleur 01 Everybody Shade. Deze is echt heel fijn. Dan pak ik weer deze lichtbruine matte kleur. En die breng ik dan een heel klein beetje aan op de onderste wimperrand, maar niet al te veel. Gewoon een klein beetje. En ik breng het best wel ver naar beneden. Het mag echt best wel smoky. Dan ga ik weer in met de bruine matte kleur Brownies. En die kleur wil ik dan nog een klein beetje aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Zo, dit geeft toch weer iets extra's aan de look. Dan pak ik deze mooie glanzende kleur, die heet Mirror Ball. En die breng ik dan nog een klein beetje hier aan als een soort van glans. Nou, en dan is het basically klaar. Dit is de ooglook, super apart, but I like it. Ik vind die ombre heel mooi. Ik ga nu in met mijn Essence Lash Princess mascara. Oké, en dan ga ik ook nog wat nep wimpers aanbrengen en dan kom ik weer zo bij jullie terug. Oké, de ooglook is helemaal af. Wat vinden we ervan? Het is echt super apart, maar I love it. De wimpers zijn van de Primark. Ik zet beneden in de beschrijving welke dit precies zijn. Nou ga ik mijn gezicht afmaken. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze Flower Beauty Bronzer Heatwave Luminous Bronzer, zo heet die. En dit is echt een hele mooie, beetje glanzende bronzer. Voor blush gebruik ik deze hele mooie blush van Kiko van hun Charming Escape collectie in de kleur 02. Een hele mooie glanzende peachy kleur. Kijk even deze verpakking jongens. Ik heb ook een hele video gemaakt over de collectie. De verpakkingen zijn echt insane. Er staat op dat het peachy kleur is, maar op zich is hij best wel roze. Dus ja. Ik hou echt van een heftige blush. Zo mooi. Aangezien ik dit oogschaduwpaletje heb gebruikt, ga ik ook de highlighter palette van de collectie gebruiken. Dit is een heel mooi paletje met twee champagneachtige highlighters. Super heftig. De kleur is wel een tikkeltje licht voor mij, maar I'm just gonna roll with it. En ik mix gewoon zo een beetje allebei de kleuren. Super heftig. Kijk even dit. En dan breng ik dit ook een heel klein beetje aan hier. Voor toch net iets meer glans. Super mooi. Kijk hoe mooi glowy dit allemaal is. Oh, amazing. Ik denk dat ik voor de lippen een mooie bruine glossy lip wil. Ik denk dat ik voor de Sweet Tea lip set ga van Morphe. Dit is een lippot, een loodje, een lipstick en een lipgloss. Alle drie in de kleur Sweet Tea. Super mooi dit. Oh, amazing. En dan als laatste wat spray. Dit is de Catrice Bronze Away to Fiji Hydrating Fixing Spray.
Nou jongens, de look is helemaal af. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super apart, maar wel echt heel erg leuk. Als jij iets hebt van ik wil een meer draagbare look zien, de andere twee herfstvideo's zijn dat allebei. Maar ik vind dit echt super leuk. Dit is ook wel gewoon een look die ik persoonlijk zou dragen. Ik weet, het is wel een beetje extra en out there. Maar je zult in ieder geval heel veel complimenten krijgen over je make-up. Ik vind de lipstick ook echt heel mooi. Ik vind heel deze make-up look zo goed gelukt. En dit bewijst ook weer dat je niet per se heel veel dure make-up moet hebben om een goede make-up look te maken. Dit is echt een prachtig look met alleen maar betaalbare make-up. Als je nog eventjes snel wilt weten wat ik allemaal precies heb gebruikt, het staat beneden in de beschrijving. Let me know wat je ervan vindt beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!